Voor onze volgende dater Hans is het leven nooit saai. Nou, ik ben nogal een uitbundig persoon. Heel eerlijk over het algemeen. En ik hou ook niet zo snel mijn mond. Dus ik flap er van alles uit. Maar ik doe dat zo charmant mogelijk over het algemeen. Verder ben ik theatertechnicus. Maar er is niet zoveel theater op het moment. Dus ik plak een boel banden. En ik knutsel. En ik puzzel. Hallo. Dag Hans. Hallo. Welkom in het First Dates restaurant. Dankjewel. Ik heb een paar hele oude auto's waar nodig wat aan moet gebeuren. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Hoewel ik er niet veel van snap, maar ik doe maar wat. En ik heb een hond waar ik eindeloos veel mee loop. Rugzat. Doe maar gewoon een wit biertje. Dat is goed. En zit je dan in het kamp waar er een citroentje in wordt gedaan? Of, nee, geen fruit in mijn alcohol. Ik kijk, heel goed, purist. Dat vind ik zo wuft. 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 Wuft, dat vinden we wuft. Waar kom je vandaan? Groningen. Uit de buurt van Groningen. Garmerwolde. Ja, dat zeg je niks. Nee. Hoef je ook niet te onthouden. En de liefde dan? Die krukken zo meteen gevuld? Ja. Waar word jij vrolijk van? Noem eens wat steekwoorden. Spontaan. Ja. Goed gebekt. Beetje pieter. Beetje gevat, beetje tegenpartij. Niet wuft. Ja, wuft mag ook, maar dan op een goede manier. De date van Hans heet Nicolette. Zij is een lot uit de loterij. Ik ben eigenlijk, ondanks het feit dat ik vrij nuchter ben, ben ik heel zorgzaam en lief. Dus daar zou hij last van krijgen. Van zorgzaamheid en liefde. En gezelligheid. Ik ben ook wel een gezelligheidsdier. Ik maak vraagdingetjes, ik zet dingetjes klaar, vuurtje, wijntje, ja, muziekje, dat soort dingen. Hallo. Hallo. Dag Nicolette. Dag Sergio. Welkom in het First Dates restaurant. Dankjewel. Rood. Rood. Kleur van de liefde. Uiteraard. Ja. Nou, we waren heel stemmig, soort unisex. Zij in het rood, ik in het rood. Nou, wat wil je nog meer? Hi, hi. Ik ben Nicolette. Hi, ik ben Hans. Uit Heerenveen, ving ik al op. Ja, en jij? Groningen, een stukje verder nog. Oh, oké. Okay. Iets voorbij Groningen. Ja, en wat doe je? Ik ben theatertechnicus. Oh, oké. Okay. Maar het is redelijk rustig op het moment. Ja. En jij? Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben coach en trainer van wedstrijdzwemmers en triatleten. Oké. Okay. Ja. In de sportieve hoek zit je. Ja, ja. Proost. Proost. Leuke date. Ja, op een leuke date. Maar ben je zelf altijd een zwemster geweest? Nee. Hoe nee, ik heb daar... allerlei sporten gedaan. Ik heb gehockeyd en dan op een redelijk niveau gekiept ook. En ik heb gedanst en gewindsurfd. Dus allemaal andere dingen. Wat doe jij in je vrije tijd? Veel wandelen met de hond. Oké. Okay. Maar geen andere sporten of... Mijn motoriek leent zich niet zo voor sporten, oh. Geloof ik. Oh jee. Ja. Dus daar zit een kleine discrepantie. Ja. Maar weet je, ik fiets met die hond toch wel 10 kilometer op een dag. Heb jij huisdieren? Nou, wij hebben 3 cavia's. Cavia's? Ja, wij hebben 3 cavia's. En ze heten? Pepper en we hebben Tup-Tup en we hebben Daisy. Cavia's. Een lange stilte hier is, lijkt me nog het meest op zijn plaats. Tup, tup, de cavia. Ik wilde er nooit 3, we hadden er altijd 2. Maar toen ging er 1 dood en 1 cavia is geen cavia. Dus er moest er 1 bij. En die haal ik altijd uit het cavia-opvangdorp. Toen zeiden ze van ja, misschien is het toch wel slim om dan als je zo'n beertje neemt, zo'n gecastreerd beertje, om er dan toch nog een extra vrouwtje bij te nemen. Dus toen kwam ik ging voor 1 en ik kwam met 2 thuis. Blijkbaar willen die beesten een harem. Of je nou gecastreerd bent of niet? Ja, nee, precies. Tup, tup. Heb je kinderen? Ja, ik heb 2 zoons uit 2 relaties. Oké. Okay. En er zit nog een stiefdochter tussen, waar ik een soort vader heb. Ja, waar ik een hele goede band mee heb. Dus die tel ik altijd mee. Ja. Dus 1 zoon is 20. Ik heb 1 zoon van 8. Van 8? 8. Ja? Ja, 2 leg. Ja, ja. En de dochter is 16. Oké. En er zit werk aan. Ja?
Ze heeft een heel moeilijke relatie met haar moeder, die spreekt ze ook niet meer. En toen ze daar vertrok, was de enige plek waar ze naartoe kon, was naar mij. Dus ik heb er een jaar in huis gehad en nu woont ze op zichzelf. Maar ja, dat is heel jong voor een meisje van 16. Ja. De stiefdochter, die is heel belangrijk. Ja. Ja, die zie ik gewoon als mijn eigen dochter. Die laat ik ook niet meer los totdat ze fatsoenlijk op eigen benen kan staan. Nou, ik heb twee jongens. Eentje van 22 en eentje van 19. En jij vertelde twee relaties gehad? Ja. Eerste relatie al een tijdje geleden, waar mijn oudste zoon ook is geboren. Ik ben ook wel een beetje een lastig portret, weet je. Het is onregelmatig werk en druk en veel. Toen kreeg ik een jaar of 12 geleden mijn tweede partner, zeg maar, waar ik echt een tijd wat mee gehad heb en ook een kind mee heb gehad. En dat hield in 2015 erop. Wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan? 2017. Omdat je op elkaar uitgekeken was? Of, Nee, niet uitgekeken, maar wel... Ja, sommige dingen onverenigbaar en of niet meer verenigbaar. En dan moet je keuzes maken. En die zijn knetterhard. Ik vind nog steeds... Ik had het liever niet gehad. Kijk, we waren 33 jaar bij elkaar. Dat is ook wel lang, hè? Dat is lang, hè? Ja. Waarvan 23 getrouwd. Dus, en dan hebben jullie elkaar ook heel veel. Heel jong leren kennen, ja. Ja. Nee, scheiding was niet makkelijk, nee. Nee. Daarbij maakt het ook niet uit of je kinderen 6 en 8 zijn. Of ons geval hebben we alweer wat ouder. Als je ouders gaan scheiden, hebben die kinderen verdriet. En dat, dat had ik ze liever bespaard. Ik ben heel trots op heel veel hele goede jaren en heel trots op hem. Twee geweldige kinderen en 30 mooie jaren. Daar kun je alleen maar positief over zijn. Ja, ja, daar mag je trots op zijn. En dat ben ik dus ook. Ja. Ja. Vorig jaar ben ik in mijn eentje naar Spanje gereden. Maar je bent toch niet zo'n type wat in één dag naar Spanje rijdt dan? Je bent wel zo'n type wat in één dag naar Spanje rijdt. Yep. Mijn auto's sneuvelen altijd op de meest ongelukkige momenten in het buitenland. Oh ja? Ja. Ja, op de een of andere manier heb ik toch altijd een zwak voor oude barrels. En dan probeer ik er zelf zoveel mogelijk aan te doen. Terwijl ik daar eigenlijk het verstand helemaal niet voor heb. Maar weet je, dat vind ik dan ook weer leuk. Het lijkt me niet zo'n hele goede combinatie. Nou ja, je leert wel snel. Ja, maar ik vind die nieuwe auto's eigenlijk niet zo leuk. Oh. Weet je, er zit dan weer een computer en een chip in. En dan krijg je foutmeldingen en dan moet die uitgelezen worden. Ja, geweldig. Ik voel me dan een beetje ontmand of zo. Want ik wil beslissen wat jij doet en wat je niet doet, autootje. Ja, als het werkt, werkt het. Ja, ik mag wel graag een beetje op het randje leven. Dat risicootje durf ik nog wel. Ik ook, maar niet dat randje. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Hij staat er, het kistje. Hij staat er, het kistje. Nou, ja. Zal ik hem tot me nemen? Ja, nou... Ja, nou, wat dan? Wil je splitten? Ja, als jij daar prijs op stelt, dan splitten we hem. Dan splitten we hem. Oké, okay, dan splitten we hem gewoon. Doen we. Jullie elkaar nog een keertje zien. Zeg het eens, Hans. Ik wil wel een keer met je koken. Met mij koken? Dat lijkt me leuk. Maar als je nou zegt van er zit een relatie in, denk het eigenlijk niet. Ik denk ook van niet. Nee, hè? Nee, ik denk helemaal van niet. Hebben jullie lekker gegeten? Heerlijk. Het was heerlijk. Heel goed. Ik zeg altijd, liefde gaat door de maag. Dus laat die basis gewoon goed zijn. Nee. 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 Het zal een heel troosteloos huwelijk zijn geworden. Ja. Ja. Ja, maar het is wel jammer. Ik bedoel, we hebben het gezellig gehad, ja, maar toch precies. Jammer. We hebben het geprobeerd, ja. Maar... Ja, en dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. Ja, ja, we zijn een fantastische mismatch. Ja.